Welkom bij TKN Outdoor. Vandaag wil ik het met jullie hebben over de Huba. Dat is de gearshelf, de gearsling van Lesofiek. Hangmatmerk uit Polen. Dit merk heb ik sinds kort als dealerschap in mijn beheer. En ik ben erg enthousiast over de materialen die gebruikt worden. Over de hangmat, de tarp en de bijkomende producten. Dus ik wil daar heel graag wat meer informatie over geven. En vooral voor mensen die het aangeschaft hebben. Een soort van instructievideootje meegeven om thuis aan de gang te gaan. Om niet allemaal zelf uit te vogelen, maar een klein beetje hulp van mij te krijgen in het opzetten van de spullen die je gekocht hebt. De gearsling, de Huba, is de eerste video waar ik nu mee begin. Het is een wat klein bagagehangmatje wat je kan gebruiken naast de hangmat die je dus zelf gaat ophangen voor jezelf waar je kan slapen. Hier kun je dus wat bagage in kwijt. Je kunt je kleding erin stoppen, je schoenen, een snikkertje, wat anders te eten of te drinken voor de nacht. En daar kun je dan makkelijk bij. Vanuit je hangmat kun je gewoon even naar links of naar rechts de rits open doen om eventjes in de sling wat te pakken. Ik vind het ideaal. Ik vind het handig om zo'n dingetje te hebben. Heel vaak zie je dat mensen toch wel alles op de grond leggen of in een rugzak stoppen. En dan kun je er toch wat minder makkelijk bij. En als het dan wat kouder is in de winter bijvoorbeeld, wil je toch graag misschien even die muts of dat donsjasje het makkelijk kunnen pakken. En dan is zo'n gearsling echt super ideaal. Ik ga hem eruit halen. Ik ga hem eerst even wegen trouwens. Dat is misschien wel leuk, want Lesofiek geeft aan dat dit dingetje 115 gram is in totaal. Hij is 1,45 meter bij 95 centimeter, of bij 90 centimeter, ik moet even spieken, bij 90 centimeter. En het verpakte materiaal is ongeveer 8x7 centimeter. Nou, je kunt het zien, maar het comprimeert echt heel erg tot een heel klein balletje als je dat wilt. We gaan hem even wegen, dat is wel even leuk. 115 gram zeggen ze dus vanuit het bedrijf zelf. En bij mij kom ik op een 110 gram inclusief stufzak met het draadje op de grond. Dus dat tillen we weer even op. Kijken hoe ver hij dan komt. Je moet natuurlijk wel het draadje erbij rekenen. Hè? Want zo zijn wij als outdoor mensen. 111 gram. 111 gram blijft hij op staan. Dus dat is op zich hartstikke licht. Het is wel 4 gram lichter dan ze eigenlijk vertellen op de beschrijving. Het is van een polyester micro ripstop gemaakt. Het stufzakje is heel mooi afgewerkt. Het stikwerk is mooi. Het is netjes voor elkaar. En het zit met een paar losse onderdeeltjes in elkaar en zo komt hij ook bij jou op de mat. Dus je moet even opletten, hoe werkt dat dan? Gelukkig zit daar ook een beschrijvingskaartje bij met stappen van 1 tot en met 11. En dan kun je vanaf het uitpakken tot aan het ophangen, staat alles erop en eraan. Dus het is hartstikke leuk dat dat erbij komt. Het is gewoon ideaal en handig voor degenen die dat wat lastiger vinden. Daarom heb ik ook deze video. Ik vind het leuk om dat te laten zien hoe het werkt. En dan kan het voor jullie misschien wat makkelijker zijn om het in elkaar te zetten. Zoals ik al zei, het is een micro ripstop van de polyester. Het is gecoat, het is ook waterdicht. Je kunt hem ook gebruiken als rugzakkoffer, omdat er ook een elastieke band meegenaaid is op de randen van de gearsling, zeg maar, de gear zelf. Ik kan hem even van dichtbij laten zien. En dan kunnen jullie eventjes zien hoe het eruit ziet. Nou, zoals je zag is het hartstikke mooi afgewerkt. De stiksels zitten keurig op een mooie lijn. Het elastiek is van goede kwaliteit en het doek is super licht wat ze gebruikt hebben. Nou is de bedoeling dat je het als een soort van gathered end hangmatje bij elkaar gaat knopen, die uiteinden. Want eigenlijk is het gewoon een rechthoek natuurlijk. Kijk, er zit een tunnel in, zoals je ziet. En die tunnel die moet je dus bij elkaar zien te vouwen als een gathered end hangmat. En dan krijg je uiteindelijk dit te zien. Het is een heel klein stuk lint. En die lint, er zit een spannertje op. En dat spannertje kun je heel makkelijk een draadje doorheen doen, een touw doorheen doen. Het touw dat komt er natuurlijk ook bij. En daarmee kun je hem heel makkelijk afspannen. Je kunt hem afspannen, je kunt hem ontspannen. En hij vreet hem ook vast als je hem onder druk zet. Dus het is hartstikke handig en je kunt hem altijd bijstellen hoe je hem ook wil hebben. Ik ga nu laten zien hoe je dit kleine lintje door die hele lange tunnel heen krijgt. Want we hebben het over dit dingetje. En dat is best lastig. Op de beschrijving staat namelijk hier proppen door de tunnel. Ja, doe maar eens. Want zo'n klein dingetje door een tunneltje proppen van 90 centimeter is best lastig.
Dus ik heb daar iets anders voor bedacht. En dat zullen misschien andere mensen ook bedacht hebben. Maar misschien is het nieuw voor je en heb ik een andere manier. Je kunt de draad pakken wat erbij komt, hè, om hem op te hangen. De suspensie, zeg maar. En dat draadje kun je gewoon door die tunnel heen laten zakken. Dus ik maak de tunnel even goed recht. Even goed aanspannen, door de trekken. Dat het niet helemaal gebocheld loopt. En dan zakt het draadje gewoon boven in het tunneltje. Zo. Even het beginnetje zien te vinden. Dat is niet altijd makkelijk natuurlijk. Kijk, daar gaat hij. Zo. En dan laten we eigenlijk het draad heel rustig door die tunnel heen naar beneden zakken. En dat is even een gepiel. Een beetje fiddelen. En dat is ook wel weer leuk om te doen natuurlijk. En zo kun je namelijk je eigen keerslingetje lekker thuis in elkaar zetten. En dan ben je er altijd weer wel blij mee als dat allemaal weer kant en klaar komt. Tenminste, dat is mijn mening. Ik vind het leuk om zelf een beetje te pielen. En er wat moeite voor te moeten doen. Nou, zo kun je hem laten zakken. Op een gegeven moment zit je op het eind. Dan denk ik dat ik er ben. Ja. En dan is het de bedoeling dat je het uiteinde van de touw door het uiteinde van de hangmat heen steekt. Even zoeken of ik hem al heb. Een klein stukje nog. Zo, kijk, daar is die. Dan heb je dus aan beide kanten van de tunnel heb je een stukje touw. Het kortste stukje, daar heb je dat lintje met de lus erin. Een automatisch, het zit er opgenaaid, zeg maar. Dus er zit gewoon een loepje in. En dat loepje is de bedoeling dat straks het spangetje er doorheen gaat om hem bij elkaar aan te knopen, het hangmatje. Dus je doet het touwtje door het loepje heen en je legt daar gewoon een simpel knoopje in. Het is niet zo moeilijk natuurlijk. Maar als je dat knoopje erin legt, dan is hij vaak strak genoeg, stevig genoeg, om daar gewoon een beetje aan te trekken. Gewoon even strak maken, niet te strak. Maar nu kun je dus voorzichtig het strapje, het lintje, door de tunnel begeleiden. En dat is wel grappig. Dan moet je namelijk even opletten dat je niet dat witte deel, het spannetje, ook er doorheen trekt. Want dan heb je weer niks. Dan moet je opnieuw. Dus je moet eventjes het beginnetje maken. Kijk, daar komt hij. Dan pak je hem hier vast. Wat ik doe is met mijn tanden vasthouden. Dat vind ik altijd makkelijker. Ik werk graag met twee handen. Dus ik ga wat minder makkelijk praten. En ik zal jullie laten zien hoe ik dat dan doe. En je kunt nou gewoon de tunnel opschuiven op het draadje. En je ziet dan ineens, het uiteinde van het lint. Dan haal je heel simpel je draadje er weer af. Zo. En je haalt het spannetje door de loop van het lintje heen. En je hebt een gathered end hangmatje. Zo. Kijk, precies zoals ik het wilde hebben. Dan zie je dat je hem aan beide kanten getunneld hebt. Of een gathered hebt, zeg maar, bij elkaar gepakt. En dan heb je eigenlijk gewoon een klein hangmatje. Hartstikke schattig. En hier kun je dus je spulletjes in. Wat ik al zei, je kunt hem dus ook als cover voor een grote rugzak gebruiken. Want er zitten elastieke banden in. En dat maakt het gewoon handig en wel duurzamer om in gebruik. Nou, wat je dan doet met het draadje wat je net door de tunnel gehaald hebt. Het spannetje heb je van boven en je hebt een onderkant. De bedoeling is dat je aan de onderkant begint met het inbrengen van het draadje. Door het gaatje wat je hier ziet, daar haal je het draadje doorheen, zo. En dan heb je nog een vierkant gaatje aan de bovenkant. En daar gaat hij eigenlijk weer door terug. Zo. Dan heb je een zelf vastjorende clip, zeg maar, waardoor je heel makkelijk kan aanspannen. En als je dan aan het uiteinde trekt waar hij aan komt te hangen, zit hij vast. Als je hem los wil maken, til je hem iets op en hij gaat weer los. Dus je kunt hem heel makkelijk aanspannen, op lengte maken die je wil hebben, de spanning die je wil hebben. En je kunt hem ook heel makkelijk weer ontspannen. Dus je kunt aan beide kanten heel makkelijk afstellen hoe die naast je hangmat komt te hangen. Handig is wel om even een knoopje aan het uiteinde te maken, zodat hij niet doorheen kan schieten. En hou het uiteinde van het knoopje wat langer, zodat je makkelijker er weer aan kan trekken als hij wel per ongeluk helemaal naar het einde gaat. En nu kun je hem dus makkelijk weer bij elkaar pakken om hem weer op de goede lengte te maken. Dan hebben we ook nog een klein stukje hardware, dat is een haakje.
En dat haakje, dat wil je aan de andere kant van de draad hebben. En het enige wat je hoeft te doen met het kleine haakje is een draadje door het oogje halen. En gewoon een knoopje aan de andere kant van het gaatje te maken. Zodat het haakje blijft zitten. Kijk, het haakje zit nu helemaal vast op de lijn. En die haak die kun je dus gebruiken om hem aan een plastic knot op de hangmat te hangen. Ik zal eventjes het papiertje erbij pakken, zodat je dat kan zien. En je haakt hem eigenlijk gewoon aan je hangmat uiteinde, aan de draad die, of aan de hoepjesling die naar de boom gaat. En daardoor kun je hem dus heel makkelijk ophangen en daar kun je hem ook aan afstellen. Ik ga hem natuurlijk ook buiten even laten zien straks. Ik zal hem eerst eventjes dichterbij halen. Kijk. Dit is de plastic knot die je kan aanleggen en hier heb je hem uiteindelijk en dat haakje doe je eraan vast en zo kun je hem heel makkelijk aanspannen en zo weer makkelijk ontspannen. Heel handig, het instructiekaartje komt er ook gewoon bij, die zit gewoon bij in de verpakking, dus jullie kunnen altijd nog eens even nakijken hoe dat werkt. Nou, we gaan nu de Huba ophangen, de gearshelf. Daar hebben we een hangmat voor nodig vanzelf. En die heb ik even opgehangen, dat is de Draka van Lezovic. En nou ja, aan de binnenkant heb ik de Huba even opgeborgen in het opbergzakje van de Draka. Die ga ik nu even erbij pakken. Ik hoef natuurlijk niet meer te vertellen hoe je hem in elkaar zet, want dat heb ik net gedaan. Dus we gaan meteen door naar het ophangen. Zo. Zit dus een zakje. Alle hardware zit er nu op en aan, hè, zoals we dat hebben laten zien. Dat zakje even parkeren in de hangmat zelf. Nou, pakken we de lijnen eraf. Even kijken welke kant waar is. En dan zie ik dat we hier een haakje hebben. Ik heb de Persix, de lusjes zeg maar, al aan de hangmat gemaakt. Ik weet niet of je dat kan zien, maar ik zal ze even dichterbij halen straks. Dan haak je hem heel simpelweg aan. Aan één kant. Onder het elastiek door als je het afgespannen hebt van je draka. En dan naar de andere kant. En dan haak je hem ook weer vast. Dan zie je dat hij lekker naast je komt te hangen. Wil je hem verder hebben, dan kun je hem heel makkelijk opspannen. En je kunt hem met het spannetje weer heel makkelijk optillen en laten zakken. Dus zo kun je zelf heel makkelijk de lengte en de positie ook op de hangmat aanpassen. Ik vind het altijd fijn als hij naast me hangt, een beetje aan het hoofdeind, en dat is mijn hoofdeind. Dan kan ik er makkelijk bij s'nachts, dus dat vind ik gewoon prettig. Maar dan kan ik er wel nog in blijven zitten als ik wil. Dus als ik nou zeg van joh, ik wil toch even zitten, dan zal die niet te hoog hangen, dus hij knelt niet. Even een kruidje erin doen voor de beeldvorming, zodat je ziet hoe die dan komt te hangen. Zo. En als ik erin wil gaan zitten, dan ga ik er gewoon in zitten. Er gebeurt er verder niks. Als ik dan ga liggen, even zonder de schoenen uit te doen, want dat is niet zo handig op dit moment, dan kan ik dus heel makkelijk bij mijn gearsling om daar heel makkelijk iets uit te pakken aan een vestje of wat eten of wat drinken s'nachts. Of wat je er ook maar graag in wil hebben, kun je er gewoon makkelijk in gooien. En het is best wel belastbaar hoor, dus je kunt er best wel wat in kwijt. Ik zou niet je rugzak erin gaan hangen, want dat is een beetje te gek denk ik. 20 kilo zou ik niet doen, maar ik denk dat je hier een 5 of 6 kilo aan spullen makkelijk niet kwijt kan. Ja, wat moet je nog meer kwijt? Dus wat dat betreft was dit mijn verhaal over de Huba. De Huba kost €35 en is gewoon bij mij te bestellen via mijn site www.tikani-outdoor.nl. Mocht je meer informatie willen hebben over deze spullen of andere spullen van Lezovic, kijk dan ook gewoon naar de andere video's die ik aan het maken ben en die al uitgekomen zijn. En kom anders gewoon een keer langs om alles een keer goed te bekijken. Zodat je een goede keuze, een bewuste keuze kan maken van wat je wel en niet zou willen. Nou, mijn tijd zit er voor nu op. Ik denk dat het mooi geweest is en dat het duidelijk is hoe de Huba werkt. En nou, tot de volgende keer. In ieder geval bedankt voor het kijken.